Okay. Wij van Denk zijn niet altijd even politiek correct, dat weet ik, dat doe ik ook bewust. Maar wij zeggen ook terug wat terug op het moment dat dit soort schofterige uitlatingen in onze richting komen. Als u iets van mijn familiegeschiedenis zou weten, dan zou u inzien hoe wanstaltig deze opmerking is. Dat er niets in mij is dat op een of andere manier... Mensen die het misschien ooit eens een keer achteraf terugkijken, trap er niet in. In dit lelijke, vervelende, vieze slachtoffergedrag. Hij steekt een brandje aan en vervolgens wijst hij naar een ander als de Graaf. De heer Bontes. Ja, voorzitter, ik wil graag even voortborduren op de discussie die zo net gevoerd is. Als het gaat om onze krijgsmacht. Dan zegt de heer Usturk eigenlijk van, ja, dat heb je eigenlijk niet nodig. De wapensystemen kun je afschaffen, geen straaljagers meer erbij. Doe de wederopbouw ermee, doe diplomatie ermee. Eigenlijk zegt hij, schaf het af, is eigenlijk niet nodig. Onzin. Ja, zo heb ik het wel gehoord. Als je geen wapens meer koopt, als je er geen geld meer bij doet, dan schaf je het in feite af, dan maak je het kapot. En mijn vraag is, moet Erdogan hetzelfde doen wat Nederland doet? Moet Turkije hetzelfde doen wat Nederland doet? Dus ook alleen maar nog een leger voor de diplomatie, voor de wederopbouw en voor hulpverlening en vredesdoeleinden. Moet Erdogan hetzelfde doen? De heer Usturk. Voorzitter, ik stel voor dat de heer Bontes de partijprogramma, verkiezingsprogramma van Denk leest. En ik denk dat hij daarna nog een keer na moet denken of hij deze vraag moet stellen of niet. De heer Bontes. Ja, voorzitter, dat is een ontwijkend antwoord. Antwoord nu eens een keer gewoon. Antwoord nu, als het om Turkije gaat, dan blijft de heer Usturk en ook de heer Kuzu altijd stil. Dan komt er nooit een concreet antwoord. Turkije wordt afgeschermd, Erdogan wordt afgeschermd. Mijn vraag is, onzin. U staat hiervoor te pleiten om het Nederlandse leger zowat af te schaffen. Onzin. Moet Erdogan hetzelfde doen? Waar ligt uw loyaliteit? Dat vraag ik me af. De heer Usturk. Wie ben jij om mijn loyaliteit vraag te stellen? Wie ben jij? Via de voorzitter spreken. En we zitten hier niet je moet eens goed nadenken wie jij wie ben jij wel? Wie ben jij nog wel? Wie joh? Ben jij om mij een loyaliteitsvraag te stellen? Als ik zoveel van mijn land zou houden, zou ik er gaan wonen. Ik hou van lekker Nederland. Naar Turkije. Ik hou van Nederland, ja? En jij moet... Niet de heer Usturk via de voorzitter spreken. En u en niet jij. Ja. Lijkt mij. Bent u het ermee eens? Laten we doorgaan. Maar wel met respect en met elkaar in debat gaan. Ja, voorzitter, ik viel ook stijl achterover. Van wat? Van de berichtgeving, voorzitter, waar we het over hebben. We hebben nota bene een jaar lang hebben we de moskeeën ondersteboven gekeerd omdat we buitenlandse inmenging goed vonden, terwijl we aan de ene kant zien dat bijvoorbeeld de heer Wilders heel veel op de Israëlische ambassade komt. We hebben gezien dat de ChristenUnie een motie heeft laten meeschrijven door een medewerker. We zien dat de heer Baudet op de Amerikaanse ambassade in innig overleg gebruik maakt van die diensten. Maar ik ga u onderbreken. Nee, daar gaat het niet om. Maar we hebben een mondelinge vraaguur naar aanleiding van een artikel. En als jullie elkaar willen bevragen over wie bij wat is betrokken, nee. Daar krijg je het van, ja inderdaad, dan moet ik iedereen de ruimte geven om daarop te reageren. En daar is de mondelinge vragenuur niet voor. U krijgt het woord alleen om een persoonlijk feit te maken. En voor de rest gaan we niet elkaar, want straks komt ook de heer Wilders. Wie heeft u nog meer genoemd? En dan kunnen we wel een nieuw debat beginnen. De heer Azarkan. Maak uw zin af en stel de vraag aan de minister. Ja, voorzitter, ik denk dat het land te klein zou zijn als bijvoorbeeld een, een partij als Denk bij de, laat ik een ambassade noemen, de Turkse ambassade een bijeenkomst organiseert om geld op te halen. En terecht, doen we ook niet. Maar ik vind dat de minister er ook hier stelliger in kan zijn. Heeft de minister wel zicht op die betrokkenheid en wordt het ook niet tijd voor onderzoek? De minister. Er worden hier een aantal vragen. De heer Baudet zou een persoonlijk feit. Dank u wel, excuus. Sorry. Ja, de heer Azarkan sprak net over innig samen zijn, terwijl de uitnodiging vanuit de Amerikaanse ambassade om zo'n soort bijeenkomst te houden is naar alle politieke partijen verstuurd. En dat weet de heer Azarkan ook, omdat hij vlak voordat dit debat begon tegen mij zei, heb je een telefoonnummer voor me, want ik wil vanuit Denk ook zoiets organiseren op de Amerikaanse ambassade. Toen heb ik tegen hem gezegd, dat nummer krijg je zo van me. Dus hij zit hier een potje te jokkenbrokken. Hij weet ook wel dat er helemaal niets aan de hand is. Nou. Jammer, meneer Azarkan. Fijn dat u dat met ons allemaal deelt. Het woord is aan de minister. Voorzitter, Wilders rot op. Die tekst werd ritmisch gescandeerd door leerlingen uit een brugklas van een jaar of 12, 13 met handklappen en voetstampen. Het gaat om leerlingen van het Gregorius College in Utrecht. Voorzitter, het was de week voor de landelijke verkiezingen. Wilders rot op.
Wat daarna gescandeerd wordt is niet helemaal duidelijk, maar uit onze informatie van mensen die we gesproken hebben zou het geweest zijn slippers op je kop. Nou, dat alles gebeurde onder leiding van medewerkers van DOCS en een eigen leraar. Nou, DOCS is een kunstenaarscollectief dat haar diensten aanbiedt aan school. En de werkweek, een werkweek waar het hier over gaat, had als thema opstand. Opstand. 12, 13-jarigen. Ja, voorzitter, dank. Ik begrijp het ook wel. De PVV is natuurlijk de partij van fatsoen. Beschermt altijd onze grondwaarden, vrijheid voor iedereen. Gaat daarin voorop. Wat ik aan de minister wil vragen is, ga nog even door. Ja, mooi hè? Voel je aangesproken? Nou, dan hebben we dit gehad. Dat zal het wel waar zijn, hè? De heer Azarkan, u heeft een vraag aan de minister. Maar, volgens mij is het meneer Beertema die mij onderbreekt, voorzitter. Ik stel voor dat u tegen meneer Beertema wat zegt. Nee, u begon over de heer Beertema en de Beertema reageerde op u. Maar u heeft hem niet het woord gegeven, voorzitter. Nee, u had het woord gekregen om hem te vragen. U heeft hem niet het woord gegeven. Hij praat door mij heen. Dit is een mondeling vragenuur. En dat betekent dus dat er vragen worden gesteld aan de minister of aan de staatssecretaris. En als een vraag wordt gesteld en tussendoor andere fracties, of het nou PVV is of andere fractie, ook wordt aangesproken, dan gaan anderen daarop in. Dus ik zou zeggen, stel uw vraag aan de minister en dan is het aan de minister om daarop te reageren. De heer Kouzou. Voorzitter, dat is opnieuw een prima instelling. Ik geef de staatssecretaris vandaag heel veel complimenten. De vraag dan is moet echter... de staatssecretaris oppassen. Nee hoor, de staatssecretaris niet. U wel. Wat bedoelt u precies? Nou, we hadden het de vorige keer over, weet u nog, toen ik u een compliment maakte tijdens de algemene politieke beschouwing. En wat hebben we toch ook een prachtige democratie. We hebben een prachtig debat met elkaar gevoerd. Ik wil mevrouw Ariep, voorzitter, ik wil u bedanken voor uw geduld de afgelopen 2 dagen. Met name waar het gaat om de eindeloze interrupties van de heer Ascher. Ik wil de minister-president bedanken voor zijn uithoudingsvermogen en zijn beantwoording. Ik dacht al, als u mij een compliment geeft, dan moet ik echt aan mezelf twijfelen. Maar dat klopt dus. Gaat u verder. Maar goed, dat is niet verder. Nodig, voorzitter. Oh, ik kan geen grapjes maken, wat mij betreft niet. Nee, ik ook niet met u, voorzitter. Dat zit ver te, dat is ver te zoeken. Gaat u verder. Dat wil ik best doen, voorzitter, als u mij toestaat. Ja, laatste vraag, maar dat hoeft niet. Het hoeft niet, voorzitter, maar ik wil toch een punt van orde maken. Ik merk bij u een bepaalde irritatie. Ach, hou toch op met dit soort opmerkingen. Ik ga een punt van orde maken, voorzitter. Ja, het is prima. Als u vermoeid bent, u bent de hele dag een debat aan het voorzitten. Ik snap dat u vermoeid bent, maar ik vraag u toch wel om normaal een debat te kunnen voeren met de staatssecretaris. En ik vraag u om met respect tegen mij te spreken. En u krijgt niet het woord. En als iemand hier vermoeid is, dan bent u het wel. Ik zou zeggen, ga lekker naar huis om uit te rusten. Mevrouw van Tongeren. Nee, u krijgt niet het woord. Nee, u krijgt niet het woord. U krijgt niet het woord. U krijgt... Ja, ik bepaal wie hier het woord krijgt. Nee, precies. Hoezo? Voorzitter, de heer Wilders geeft aan dat hij trots is dat hij al 10 jaar in de politiek zit namens de PVV... En 10 jaar lang wijst op de bron van het gevaar en de oorzaak van het gevaar in zijn eigen woorden. Ik wil graag van de heer Wilders horen of hij dit wil bevestigen. En dan wil ik een ja of een nee horen. Dus de bron van het kwaad is volgens de heer Wilders de islam. Ja of nee? Aan ja, nee vragen doen we niet mee. Ik begrijp dat het voor de heer Wilders pijnlijk is om daar antwoord op te geven. Nee, het is heel als de bron van het islam. Nee. Voorzitter, ik neem aan dat ik het woord heb. Voorzitter. Geweldig. Ik heb de afgelopen week dit document bestudeerd. In 2011 vermoordde Andres Breivik tientallen mensen in Noorwegen en zorgde voor meer dan 100 gewonden. In zijn manifest van meer dan 1000 pagina's noemt hij de naam van collega Wilders 30 keer. Daarmee bent u ook de oorzaak van het kwaad. En als u consequent en consistent bent, dan zou u ook zeggen dat u uzelf moet bestrijden. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, ik heb aan die onzin niet zoveel te melden. Voorzitter, ik begrijp dat het pijnlijk is voor de heer Wilders. Maar wat hij de afgelopen 10 jaar hier in deze Kamer heeft gedaan, is het prediken van haat,
waardoor groepen mensen in deze samenleving zich tweederangsburger voelen. En elke keer als hij dat doet, dan sta ik hier om hem te bestrijden op een democratische wijze in het debat met woorden. Zeker. Het is vooral pijnlijk om u dat te zien staan, maar dat is uw goede recht. Weet u waar de heer Öztürk eens mee moet ophouden? Dat is de jaren 30 en 40 te gebruiken tegen ons om de subrechten van zijn eigen subgroep te verdedigen, alsof het een soort troefkaart was, alsof het een soort verwijzing is waarmee vervolgens elk weerstand wijkt. Oh, het was zoals in de jaren 30. Daar moet u eens mee ophouden. De enige vergelijking die ik vind dat u zelf zou mogen maken, dat is een introspectieve. En die gaat terug naar de Armeense genocide, waar uw land, Turkije, voor verantwoordelijk is geweest. Daar zou u aan moeten denken. Dat zou u tot nederigheid moeten stemmen. En u heeft helemaal het recht niet om hier zo met zo'n groot verhaal te komen en ons blijkbaar een schuldgevoel aan te willen praten met een nergens geprovoceerde verwijzing naar de jaren 30. De heer Öztürk. Voorzitter, je hebt lang niet het woord wie ben jij gebruikt, maar je hebt het over ons. Wie is ons? Wie ben ik? Dat soort theaterverhaal van nu, denk u dat daar mensen in trappen? Het geval van de Armeense kwestie, het geval van wij hebben een christelijke cultuur. Wij hebben in Nederland een joods-christelijke, humanistische, islamistische cultuur. En mensen die seculier zijn en mensen die niet geloven. Probeert u hier een theaterstuk hier neer te zetten, waardoor het verhaal van dat Nederland van jou is, van degene die zoals u zou denken en dat wij niet van Nederland zijn? Die tijd, meneer Baudet, dat heeft de PVV geprobeerd. Daar trap denk niet in, daar trap ik niet in, daar hoeft u niet meer mee te komen. De heer Baudet. Nou, ik denk dat dat eigenlijk precies is wat democratie is. Dat is de strijd over de vraag van wie is dit land, van welke ideeën is dit land, van welke culturen of cultuur is dit land, wat voor soort land willen we eigenlijk zijn. En als ik de heer Öztürk hoor, dan hoor ik iemand die opkomt voor immigranten, allochtonen, in naam van, en dan komt het, iets waar hij ons van beschuldigt, namelijk jaren 30, jaren 40. En ik vind dat een hypocrisie, ik vind dat een scheve vergelijking. Ik vind dat als de heer Öztürk zo graag het wil hebben over zwarte bladzijden in de geschiedenis, dat hij moet beginnen met die in de geschiedenis van zijn eigen land, Turkije, de Armeense genocide. En dat hij totdat het punt is gekomen waarop dat volledig is erkend en volledig in de alle gelederen van de bewustwording is doorgewerkt, dat hij het recht helemaal niet heeft om ons met van alles nog wat om de oren te slaan. De heer Öztürk. Voorzitter, ik ben zo blij met onze grondwet. Ik ben zo blij met onze wetten. Wie bepaalt wie het recht heeft om iets te zeggen? Jij? We spreken. Dat bepaalt onze grondwet. Onze rechten. En de heer Baudet is niets minder en niets meer. Hij denkt dat hij met een vliegtuig naar Ibiza kan gaan en een paar rijke mensen om te gaan en een paar racisten om hem heen die hem een beetje goed praten, dat hij wat meer is dan een Kamerlid hier en met dit soort suggesties richting mij te komen. Hij is niks. Nou. En dat bedoel ik met ons land, onze waarden. Onze waarden zijn vastgelegd hier. Goed. Dat geldt voor u en voor mij. En als u mij probeert te marginaliseren. En als u zegt van in de jaren 30, ja, als u opkomt voor de nazi's in de jaren 30, dan moet u dat nu zeggen. In de jaren 30, 40 hebben de nazi's ons land, Nederland, kapot gemaakt. En als u voor die stijl gaat, zo van laat het maar gebeuren, dan moet u het maar zelf weten. Ik ga toch even iets zeggen van dit niveau van het debat. Nogmaals, het gaat om de begroting Binnenlandse Zaken en volgens mij is op dit punt genoeg gewisseld en het niveau wordt er niet beter op, zeg ik tegen u, meneer Baudet, maar ook tegen u, meneer Öztürk. Laatste opmerking en dan wil ik voorstellen dat u verder gaat. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Zoals altijd waardeer ik uw inbreng zeer. Maar ik wil toch nog even terug, want kijk, het punt dat ik wil maken is volgens mij wel degelijk heel essentieel en inhoudelijk. Dat is namelijk dat de kwesties die nu spelen met betrekking tot immigratie-integratie, met betrekking tot hoe wij de publieke ruimte willen vormgeven in ons land, dat zijn kwesties van nu. En de morele chantage om altijd maar met de Holocaust, met de jaren 30, om de hoek te komen kijken en alles wat gebeurt is een herhaling van en dit en dat en iedereen, dat is volgens mij een vervalsing van het debat. Dat is een hele
valse en vervelende manier om het, de discussie te kapen, om een soort morele high ground te creëren en het niet te hebben over de issues die gewoon nu daadwerkelijk spelen. En daarom dat ik zeg, de heer Öztürk is heel snel bereid om ons te wijzen op de zwarte bladzijdes in onze geschiedenis. Bladzijdes die wij overigens als geen andere cultuur in de wereldgeschiedenis erkennen. Als iets het Westen definieert, is het ons vermogen om onze eigen fouten toe te geven. Dat heb ik nog niet in de Turkse cultuur teruggezien. U heeft uw punt gemaakt, de heer Öztürk. Nou, als de heer Baudet van de fout van de jaren 30 had geleerd, stond u daar niet. Als de heer Baudet zegt, op het moment dat ik opkom voor mensen die hun geloof niet kunnen beleiden, omdat daar belemmerd wordt. Op het moment dat, ik zal dadelijk ook de onderzoeksresultaten laten zien, dat 91% van de mensen die moslim zijn, bang zijn. En dat ik daar niet voor mag opkomen. En op het moment dat ik een voorbeeld geef van de geschiedenis waar het toe heeft geleid, dat hij dan voor die nazi's opkomt. Dan denk ik van, dan zijn we vergezakt hoor. Ja. De uil van Minerva en al die verhalen kloppen dus. Ik wil echt dat hele verhaal klopt dus. Op het moment dat u met dit soort suggesties komt van u mag de jaren 30 niet als voorbeeld nemen, dan zegt u van ik hunker naar de jaren 30. Nee, meneer. Daarmee moet u mee ophouden. En mij marginaliseren van Turkse cultuur. Ik ben Kamerlid voor Nederland. Gaat u verder met uw En ik denk dat het goed is dat de heer Baudet dat goed in zijn oren knoopt. Goed. Gaat u verder. Persoonlijk feit, de heer Baudet. Als u iets van mijn familiegeschiedenis zou weten, dan zou u inzien hoe wanstaltig deze opmerking is. Dat er niets in mij is dat op een of andere manier het nazi-gedachtegoed zou willen verdedigen. Ik ga er ook verder helemaal niet op in of zo, maar dit is zo'n wanstaltige, bizarre opmerking. Ik wil er toch heel even iets over gezegd hebben. Dat laat ik echt niet over mijn kant gaan. Dat heeft u gedaan, de heer Öztürk. Ik wil eigenlijk het voorstel doen dat u verder met uw betoog gaat. Want hij heeft een persoonlijk feit gemaakt. Daar hoeft u echt niet op te reageren. Gaat u verder. Ik wil wel gezegd hebben dat ik al 21 jaar werkzaam ben in het openbaar bestuur. 15 jaar raadslid, 6 jaar statenlid, 7 jaar kamerlid. En dan nog dit soort opmerkingen aanhoren Turkije en Turkse cultuur. Het is gezegd. En dan denk ik van, gaat u verder. Dan denk ik van, heeft die woorden die ik net heb gezegd. Gaat u verder. Ten overvloede ook al betekent kuzu in het Turks lam. Ik zal als een leeuw blijven strijden tegen de avondklok. Want het is gewoon prutswerk. Het is broddelwerk. Het is een bende van het kabinet. Het is complete chaos. En wij van Denk hebben het eigenlijk al vanaf het allereerste begin al gezegd. En voorzitter, dit getuigt ervan dat deze man die daar zit zich opstelt als de dictator van de lage landen. Met die spoedwet poetst deze premier de fundamentele kritiek van de rechter niet weg. Mag ik u even onderbreken? Dat mag, voorzitter. Ik vind het nogal wat als u iemand een dictator noemt. Ja, voorzitter, ik blijf wel bij die woorden, want het getuigt er wel van dat wanneer je het parlement passeert en een maatregel doordrukt, ik hou die woorden in stand en ik ga over mijn eigen woorden. Ja, zeker. Maar ik vind het vrij heftig om een minister-president van dictator te beschuldigen. Ik neem daar kennis van, voorzitter. Die opmerking wil ik hier gemaakt Dank u wel. Hebben. Was u klaar? Ik ben klaar, voorzitter. Ja, de heer Van Dam. Ja, voorzitter, ik heb even zitten denken over wat u zei net tegen collega Kuzu. En ik wil eigenlijk me daarbij aansluiten. Je kunt allemaal van mening zijn dat de maatregel niet goed is. Je kunt vinden dat de avondklok niet aan de orde is. Maar de woorden die u gebruikt sluiten volgens mij niet aan bij datgene wat Nederland van ons verwacht. Dat wij gezamenlijk die crisis aanpakken. En ik zou u toch wel willen oproepen om uw toon in dat zin op zich te matigen. En die woorden ook gewoon terug te nemen. Het is echt niet dan om onze minister-president, democratisch gekozen, een dictator te noemen. Ik vind het echt voorbij wat fatsoenlijk is. Ja, voorzitter, de minister-president is niet democratisch gekozen. Hij was lijsttrekker van de grootste politieke partij. Ik hoef u staatsrechtelijk niet uit te leggen hoe dat gaat in zo'n formatieperiode. En vervolgens zeg ik ook heel duidelijk, ik ga over mijn eigen toon. Ik maak hier duidelijk een punt. En voorzitter, dit is ook een deel van Nederland ervaart het op deze manier
En dat breng ik gewoon onder woorden. Ik ga over mijn eigen woorden. Ik zeg nogmaals dat er geen overtuigend bewijs is wanneer het gaat over die avondklok. En wanneer we kijken naar de procedure, de manier waarop de rechter, de voorzieningrechter, het besluit van dit kabinet heeft teruggefloten. Waar wij ook eerder debatten over heeft gehad. U zou eigenlijk bij uzelf te raden moeten gaan waarom u destijds zo happig was op dit voorstel. Waarom u destijds niet die kritiek leverde die van u verwacht zou worden. Ja, maar daar ging even de opmerking niet over. Het ging om het taalgebruik en beschuldigingen richting, in dit geval is het de minister-president. En voorzitter, ik blijf bij mijn woorden. Dat hebben we begrepen. De heer Van Dam, tot slot op dit punt. En ook heel kort. Ik denk dat u dat ook fijn vindt. Ik vind dat we hier het voorbeeld moeten geven. En met dit soort teksten, inhoudelijk moet u zeggen wat u wil. En er staat het natuurlijk volkomen vrij om dat te doen. Ik stoor me aan de toonzetting. Dat helpt niet in de bestrijding van een crisis. Dank u wel. Voorzitter, daarop reagerend. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn in het land die zich storen aan de toon van het CDA. De heer Van Wijngaarden. Ja, voorzitter, Denk maakt hier een denkfout, want hij gaat niet over zijn eigen toon. Hij gaat niet over zijn eigen toon. De toon die wij met elkaar hier acceptabel vinden, die bepalen wij ook samen. Dus ik wil de voorzitter daar ook in steunen. Dank onacceptabel en schofterig. Dank u wel. Dank nou, voorzitter, u wel. Dat was nou een goede grap. Maar ik mag hopen dat dat we, als we over anderen spreken, dat we elkaar recht doen. En dat doet u niet. B, dat we altijd op zoek gaan naar hoe kunnen we de kloven kleiner maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een integratie komt die wel werkt? Dit kabinet werkt eraan en het zou de heer Kuzu sieren als hij in positieve zin daaraan meedoet. De heer Kuzu. Voorzitter, ik moet helaas tot mijn spijt concluderen. Op het moment dat hier wordt gesproken over een term als het drama, het multicultureel drama. En vervolgens die nuance en hetgene wat er precies mee wordt bedoeld, na het maken van een dergelijke opmerking aan het licht moet komen, dan zou ik ook vooral tegen alle politieke partijen, inclusief de ChristenUnie, willen zeggen, gebruik dan niet van dat soort krachttermen zoals het multicultureel drama, ooit bedacht door Paul Scheffer, overgenomen door de politieke agenda van Fortuyn, wat overigens vervolgens is opgepakt door de PVV. Daar zit een lading aan waar je mensen in de samenleving waar het om gaat gewoon diep mee kwetst en mee krenkt. En u heeft ook waarschijnlijk vast en zeker de reacties op uw Twitterbericht gelezen, meneer Segers. Op het moment dat je ziet wat daar staat, dan zou ik zeggen, pak de handschoen van polarisatie zelf ook eens een keer op. Nog een interruptie van de heer De Graaf. Ja, voorzitter, ik wilde even wachten tot de heer Kuzu klaar was met raaskallen. Hij spreekt vaak op zalvende toon over acceptatie en verbinding. En dan komt het hele linkse broddelwerk van allemaal zoetgevoosde woorden komt dan voorbij. En vervolgens slaat hij in de ronde met het fascistische gif van de PVV. En wat is uw vraag? Nou, ik mag toch even inleiden, kort dacht ik zo. Dat is nogal wat er gebeurt nogal wat namelijk daar aan die kant van de tafel bij die moslimse meneer van Denk. Want wat hij doet, en dat wil ik wel duidelijk maken, maakt er anders maar een punt van orde van, vind ik ook prima, is zelf bij de fascistische grijze wolven op het podium gaan staan, met ze op de foto, de grijze wolven daarmee ondersteunen. Een extreemrechtse Turks-nationalistische fascistische organisatie. En vervolgens smeert hij een andere partij, in dit geval de PVV, het fascisme aan. Voorzitter, ik wil eens punt van orde maken. De heer Kuzu heeft eerder, aan het begin van deze zomer al gezegd, wie de multiculturele samenleving niet aanstaat, die rot maar op uit Nederland. Wie is hier de fascist? Daar zit hij. Als er al iemand zit in deze zaal, ik zal het normaal nooit in mijn woorden nemen, maar als er al iemand zit en als ik gedwongen word, daar zit hij. Dat is hem. Tounahan Kuzu van Denk, van de Grijze Wolven. Het was een punt van orde. Ja, voorzitter. En, geen vraag. Ja, maar ik ga er wel op reageren. Maar mag er van mij op voorzitter, reageren. Ik zou... Ja. Ik heb inderdaad heel goed naar de heer De Graaf geluisterd. En op het moment... Dat het gaat over dit soort kwesties, dan word ik op één dag word ik uitgemaakt voor AKP-aanhanger, voor grijze wolf, voor extreme moslim, voor halve terrorist. En dat komt allemaal uit de mond van de PVV. Vandaag vindt er een nieuw dieptepunt plaats, maar ik heb het gehad over het fascistische gif van de samenleving. En dat de PVV zich daar schuldig aan maakt. En wat is dat gif, voorzitter? Dat is dat het extreem nationalistisch is. Dat er valse tegenstellingen worden gecreëerd, ook in dit debat tussen moslims en niet-moslims. Dat er een continue strijd plaatsvindt om zeg maar, de eigen natie te midden van andere naties in een globaliserende wereld
te doen laten overleven. Voorzitter, als dat geen fascisme is, dan zeg ik het ook hier. De PVV is de fascist. En een van de loopjongens van Geert Wilders, van de grootste fascist van de afgelopen eeuw, die zit daar. Verticale kop. Meneer De Graaf, ik heb hier voorzitterschap. Het woord is eerst aan de heer Heerma. Ja, ik zou ook een punt van orde willen maken. We hebben in de vorige periode gezien, en volgens mij hebben diverse sprekers in dit debat al over de vergiftigende sfeer in het maatschappelijk debat rond integratie gesproken, hoe vanuit de PVV en denk in eerdere integratiedebatten, bijvoorbeeld ook over collega Marcouch, teksten zijn uitgesproken waarvan hij aan één kant de moslimbroeder werd genoemd, aan de andere kant was hij een verrader van de islam met een geheime agenda die te vernietigen. En we zitten hier alweer op het bedenkelijk niveau dat Kamerleden elkaar voor fascisten uit gaan maken. Volgens mij is dat niet de wijze waarop wij dat debat hier met elkaar voeren. En ik zou via uw voorzitter, maar ook de collega's willen oproepen om daarmee op te houden. Dat levert geen enkele bijdrage aan het debat. Voorzitter, ik zou zo graag gezien hebben. Ik zou zo graag gezien hebben dat op het moment dat de PVV begon met het uitmaken van mij voor fascist, dat punt van orde door de hele Kamer, door de hele commissie was gemaakt en niet na mijn reactie. Want dit is precies ook wat er gebeurt. Geert Wilders zegt tegen mij tijdens een debat dat ik moet oprotten. Ja. Vervolgens sta ik op, gebruik ik nette woorden. Ik zeg, pak zelf je biezen, ga zelf lekker weg. Ik zie dat niemand opstaat en zeg vervolgens, ga lekker zelf weg, rot zelf op. En dan ben ik de schuldige. Voorzitter, het is actie-reactie. En inmiddels hebben we te maken met een generatie die het ook niet meer pikt om zo te worden weggezet. Okay. Wij van DENK zijn niet altijd even politiek correct. Dat weet ik. Dat doe ik ook bewust. Maar wij zeggen ook terug wat terug op het moment dat dit soort schofterige uitlatingen in onze richting komen. Punt is gemaakt. Ik zou willen voorstellen, u had nog één minuut in de tijd die u heeft toebedeeld gekregen dat u bijdrage afmaakt. Het woord is aan de heer Kuzu. Voorzitter, ik ben gebleven bij de VVD, want de VVD doet PVV-corvée door een nummertje te maken van de Turkse weekendscholen, door bij voorhand te stellen dat het anti-integratief werkt. Hun boodschap is, wij zijn moreel superieur. Met andere woorden, onze cultuur is beter dan alle andere culturen. En fraude bij het inburgeringsexamen betekent geen verblijfsvergunning en het land uit. Ja dus, maar VVD'ers die fraude en sjoemelen. Denk aan een uitvaartondernemer, die hoeven niet het land uit, die mogen voorzitter worden van de VVD. Voorzitter, in dit huis worden debatten gevoerd over het zogenaamde Marokkanenprobleem, over het Turkenprobleem, over sharia-wijken, over sharia-rechtbanken, over die dreiging van alle salafisten, over lange armen, over haat-imams, over genetisch niet met elkaar kunnen samenleven, over tuig, over weekendscholen en nog zoveel meer. Actief wordt een beeld neergezet van een samenleving die in vuur en vlam zou staan. En dat is allemaal de schuld van bepaalde minderheden. De mensen in het land kijken ernaar en halen hun schouders op. Ach ja, weer die politici. De discussie over integratie is al lang achterhaald. Ze worden bang gemaakt door de politiek en opgehitst door een aantal media die straks ook met koeienletters een ophitsende kop gaan maken. En als je dit spel doorhebt, voorzitter, dat zijn dan mijn laatste woorden. Als je dit spel doorhebt en je prikt er doorheen, dan ben je aan het polariseren. Voorzitter, onzin, flauwekul. Ik dank u wel. En daarmee constateer ik dat we de eerste termijn. U wilt nog een interruptie afmaken? Nou, volgens mij is het goed om te kijken. Is er volgens mij ook behoefte aan de schorsing? Kijk ook even naar het gevoel van de vergadering en die steunen mij daarin. Voorzitter, mag ik een punt van orde maken? U mag een punt van orde. Ik heb nog een interruptie staan, die zou ik graag willen gebruiken. En die gunt u mij niet, omdat de heer Kuzu aan het eind van zijn raaskallen is. En daar mag ik dan niet op reageren. Nee. Ik ben hier voor rotte vis uitgemaakt. De PVV is voor fascistoïde of voor fascistische partij uitgemaakt. Nu weet ik dat de heer Kuzu zichzelf voor eeuwig heeft gedisqualificeerd zo net. Want het had geen enkel niveau. Het was werkelijk, de honden lusten er geen brood van. Ik weet dat ze binnen de islam niet van honden houden, maar ze lusten er geen brood van. En ik wil het wel gezegd hebben en ik wil wel duidelijk hebben gemaakt tegen heel Nederland, mensen die het misschien ooit eens een keer achteraf terugkijken, trap er niet in dit lelijke, vervelende, vieze slachtoffergedrag. Hij steekt een brandje aan en vervolgens wijst hij naar een ander als de Graaf. Voorzitter, meneer De Graaf, punt van orde van mijn kant. Voor mij had de PVV dat 10 jaar geleden al gedaan. Heren, dus niets nieuws onder de zon. Het is nu klaar. Wij ronden de eerste termijnlijke zijde van de Kamer af. Waar het gaat om het stoppen van mensenrechten schendingen, waar het gaat om het stoppen van het maken van burgerslachtoffers, ben ik het helemaal mee eens.
Voorzitter, dat is de heer Kuzu dus niet. Want dat is aan de orde van de dag. Als ik zeg dat het wel zo is, waarom zegt mevrouw Marijnissen dat het dan niet zo omdat is, omdat u weigert om Turkije te veroordelen. Ja, omdat u weigert om Turkije op te roepen om zich terug te trekken. Maar voorzitter, dat is het probleem. Waarom word ik hier opnieuw door een Kamerlid opgedrongen om iets te vinden of iets te doen? Dat doe ik gewoon niet. Dat doen we niet. Meneer Kuzu, misschien omdat u hier in het Nederlandse parlement staat. En omdat er een zogenaamde NAVO-bondgenoot is van ons. Frame 3. Waar ligt je loyaliteit? Dat is altijd wat er gebeurt in deze Kamer wanneer we het hebben over dit soort onderwerpen. Ik moet afstand nemen van Erdogan. Ik moet afstand nemen van Turkije. En als ik dat niet doe, als ik aangeef wat het perspectief is van 500.000 Turkse Nederlanders, dan wordt mijn loyaliteit in twijfel getrokken. Voorzitter, ik vind het schandalig. Okay. Mevrouw Marijnissen. Ja, ik vind het schandalig hoe de heer Kuzu denkt te ontsnappen aan een hele legitieme discussie hier in het Nederlandse parlement door in de slachtofferrol te duiken. Er is hier helemaal niemand, meneer Kuzu, die u aanspreekt op uw loyaliteit. Nee, niet door elkaar. Er is hier niemand die u aanspreekt op uw loyaliteit. Dat woord heb ik niet gebruikt. Ik spreek u aan als Nederlandse volksvertegenwoordiger wat u ervan vindt dat Turkije een illegale invasie aan het doen is op dit moment. Dat een zogenaamde bondgenoot van Nederland, te weten Turkije in het NAVO-bondgenootschap, iets doen wat onze alle veiligheid op het spel zet. En u weigert dat te veroordelen. Voorzitter. En als ik dan vraag, wilt u op zoek naar een politieke oplossing en Turkije in ieder geval oproepen om te stoppen met het schenden van mensenrechten? Laat ik het dan zo bazaal maken. Wilt u Turkije oproepen met het stoppen van het schenden van mensenrechten? Maar voorzitter, dat zeg ik toch al de hele tijd. Ik zeg heel duidelijk, laten we stoppen met het maken van burgerslachtoffers. Laten we stoppen met mensenrechten schendingen over en weer. Over en weer. Maar als vervolgens mij de vraag wordt gesteld van, ik spreek u aan als Nederlands volksvertegenwoordiger. Ik heb u niemand. Meneer Baudet had ook een stevig verhaal, hè? Ik heb u tegen meneer Baudet niet horen zeggen, zeg dat is vanuit het perspectief van de Nederlandse volksvertegenwoordiger. Voorzitter, ik vind het schandalig. Ik vind het schandalig dat ik word hier gewoon etnisch geprofileerd. En op het moment dat je opkomt, moment dat je opkomt voor je rechten en je opkomt voor je mening, dan is het, je bent de slachtoffer. Voorzitter, ik verwerp dat. Tot slot, mevrouw Marijnissen. Ja, tot slot, voorzitter. Nou, wat ik schandalig vind, is dat de heer Kuzu wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Nee, helemaal niet. En hij duikt. En hij gebruikt grote woorden als etnisch profileren en loyaliteit en die zijn er helemaal niet gevallen. En dat vraagt niemand van u, meneer Kuzu, helemaal niemand. Maar mensen vragen hier wel terecht. Ik vraag dat in ieder geval om uw verantwoordelijkheid te nemen als volksvertegenwoordiger. En om u uit te spreken over een illegale invasie van een zogenaamde NAVO-bondgenoot van Nederland. Stoppen met schreeuwen. Ik hoor u hier vandaan. Mevrouw Marijnissen, u was nog niet klaar. U krijgt het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik spreek de heer Kuzu aan op zijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger hier in het parlement. En als hij zegt, ik ben niet bereid om Turkije te veroordelen, ik ben niet bereid om de illegale invasie te veroordelen, ik ben niet bereid, zelfs niet bereid om Turkije op te roepen om zich terug te trekken, om op zoek te gaan naar een politieke oplossing, dan zijn uw woorden over dat u het zo vervelend en zo naar vindt dat er burgerslachtoffers vallen op dit moment ook helemaal niks waard. Ja, voorzitter, dat kan de interpretatie zijn van mevrouw Marijnissen. Ik had dat ook wel enigszins verwacht. Maar opnieuw, een aantal onderdelen. Voorzitter, de illegale invasie. Illegaal, volgens de SP en de ChristenUnie en misschien veel meer partijen hier in deze Kamer. Ik moet de resolutie die dat betitelt als illegaal nog zien. Dat is één. Tweede, volgens mij is het een heel duidelijk verhaal dat ik verwerp dat er mensenrechten worden geschonden, dat er burgerslachtoffers vallen. Maar voorzitter, ik hoor tegelijkertijd vanuit de kant van de SP, overigens net als meerdere partijen hier in deze Kamer, geen enkele woord van kritiek op de aanslagen die al jarenlang worden gepleegd in het zuidoosten van Turkije. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, ik wil allereerst uw punt graag onderstrepen dat het wel buitengewoon irritant is dat de heer Öztürk steeds door die zaal zit te schreeuwen. We zijn hier in het Nederlandse parlement, we zijn dat niet gewend van wie dan ook. En laat dat echt nou eens afgelopen zijn. Dan, en de heer Kuzu is mans genoeg, die heeft geen schildknaapje in de zaal nodig. Prachtig. Dank u wel. Ik wil graag allereerst zeggen dat ik sympathie ervaar voor de positie van de heer Kuzu in deze. Ik vind dat hij zeer onheus in de hoek wordt gezet door de leden van het kartel. En dat ik ook meevoel met zijn scepsis ten aanzien van de mainstream media in Nederland, die inderdaad zeer gekleurd zijn, zeer eenzijdig zijn
Niet alleen over ongetwijfeld de situatie in het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook over de situatie in de Verenigde Staten. Alleen al het feit dat niemand zich hier kan voorstellen dat Trump een uitstekende president is op heel veel punten, geeft dat al aan. Ze hebben geen idee. Ze lezen alleen maar hun fabeltjeskrantjes elke ochtend en dat moet het dan maar zijn. Mijn vraag is of u iets kunt verduidelijken over iets wat heel weinig in de Nederlandse pers is geweest en wat wel, wat ik heb begrepen, ook in Turkse pers heel erg naar voren komt, in ieder geval in internationale pers. Dat is het punt dat eigenlijk Erdogan maakt als verdediging van deze acties, namelijk dat hij graag wil dat een groot deel van die vluchtelingen, die Syrische vluchtelingen, teruggaan. En dat hij eigenlijk zegt, die groeperingen die daar in die strook van zo'n 30 kilometer met die grens met Turkije zitten, die maken dat onveilig. Kunt u dat wat toelichten? Hoe ziet u dat? Heeft de heer Erdogan daar gelijk in of niet? Of ten dele? Of hoe zit dat? Want het terugkeren van die Syrische vluchtelingen, dat is iets dat, waar wij elkaar waarschijnlijk, ondanks alle verschillen, wel kunnen vinden. Ook vanuit Nederland overigens. De heer Kuzum. Ja, voorzitter. De heer Baudet weet ongetwijfeld, net als ik, dat we in Nederland op dit moment 101.000 vluchtelingen hebben. 101.000 vluchtelingen eind 2018 hebben we in Nederland. We hebben alleen in Turkije hebben we te maken met 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen. Op het moment dat toen in 2015 heel veel Syrische vluchtelingen naar Europa trokken, was Nederland te klein. Waren er debatten hier in deze Kamer die erop gericht waren, we moeten al die mensen daar houden. Er werd een afkoopsom aan Turkije betaald om de Syrische vluchtelingen niet verder door te laten. En voorzitter, ik kan me heel goed voorstellen dat op een gegeven moment, ook vanwege de economische situatie en de politieke situatie, een grens wordt bereikt, waardoor wordt aangegeven hoe kunnen we het zo goed mogelijk maken. Maar tegelijkertijd, voorzitter, en dat is wat ik proef aan de vraagstelling van de heer Baudet, dat moet wel gaan volgens internationaal rechtelijke standaarden. Het principe van non-refoulement is wat ons betreft daar heel erg leidend in. Het is niet zo dat mensen weggeduwd kunnen worden en weggestopt kunnen worden. Dat moet wel gebeuren op basis van perspectief en hoop. De heer Baudet. Ja, maar oké, maar even feitelijk. Dus is het in de visie van de heer Kuzu terecht, of klopt het, dat die groep, met name Koerden, die in die regio zitten, die 30 kilometer zone, dat die het onmogelijk maken voor Turkije om die Syrische vluchtelingen terug te sturen? Want dat is het argument dat Erdogan zelf geeft. Hij zegt, de orde is hersteld in Syrië, dat klopt, hè, daarom willen wij ook dat die Syriërs uit Nederland teruggaan. Maar goed, dat even terzijde. Hij zegt, wij willen dat die mensen teruggaan, dat kan nu niet en daarom voeren wij deze charges uit. Klopt dat in de ogen van de heer Kuzu? Ja. Voorzitter, dat is ook hetgene wat Lama Faki, die Senior Crisis Advisor van Amnesty International, aangeeft. Dat in 2015, tijdens haar bezoek en de fact-finding mission die zij daar uitvoerde, totale dorpen werden verplaatst, dat bevolkingsgroepen werden verplaatst. En voorzitter, ik kan me heel goed voorstellen dat in de zone van 32 kilometer de oorspronkelijke bewoners terug kunnen gaan als zij dat wensen en als ze dat perspectief worden geboden, voorzitter. De heer Baudet, ja? Ja. Is het wel of niet zo in de ogen van de heer Kuzu, eigenlijk gewoon zonder dat ik daar nou meteen een valstrik of zo mee heb, maar is het zo in zijn ogen dat Erdogan gelijk heeft dat die groep Koerden die daar zitten het onmogelijk maken voor die 3 miljoen Syrische vluchtelingen om terug te keren naar Syrië? Is dat een zone, als ze daar doorheen gaan, dat zij worden aangevallen, tegengehouden, dat soort zaken allemaal, of niet? Want namelijk, als dat inderdaad echt zo zou zijn, hè, dat gevaar er is en zo, dan begrijp ik zijn perspectief misschien beter. Als dat echter niet zo is, en tot op heden ben ik daar namelijk niet van overtuigd, is het een zeer disproportionele en onbegrijpelijke actie. Voorzitter, wat wel duidelijk is dat het altijd de wens is geweest van een bepaalde groep in Noordoost-Syrië om daar een autonome staat op te richten.
Dat zien we vaak terug. Er worden al verschillende namen voor gebruikt. En voorzitter, wat mij betreft bestaat dat niet op de landkaart. En de heer Baudet heeft wat dat betreft zeker een punt. Dus daar kan ik hem in volgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer.